Welkom bij aflevering 9 van Boksel Natuurlijk. En wij gaan het vandaag hebben over vogels en voeren. Vogels voeren en wat je allemaal moet doen daarvoor. En waarom dat ook zo belangrijk is. En wat we ook niet moeten doen. Dat is ook heel belangrijk om daarover te hebben. Ja, precies. Want het zijn wat regels of regels. Wat dingen die je moet weten voordat je... Ja, precies. Voordat je begint aan, zeg maar, aan het voeren van dieren. Nou, in principe is zo. Kijk, hier staat een perfect mooi voorbeeld. Ja? Een vogeltaart, een vetbol, pinda's en hier ook een stukje natuurlijke toverhazelaar. Ja? Nou, dat is heel goed, want vogels die maken gebruik van vaste voedselplaatsen. Het zijn meerdere plaatsen, dus ze zijn nooit afhankelijk van één voedselplaats. Nu zullen mensen zeggen, ja, maar in 2016, zo einde van 2016, hebben we zo weinig vogels gezien. Nou, dat klopt. Want A, het is een heel slecht broedseizoen geweest voor de vogels. En B, de vogels hebben nog voldoende voedsel in het bos. Dus hartstikke veel te halen. Het is een heel goed beukennootjesjaar geweest. En nou ja, de beukenwormen hebben zoveel beukennootjes achtergelaten dat daar nog veel te veel voedsel ligt. Maar het is toch goed dat je vast begint. Nou, een vogeltaart, dat vind ik een van de mooiere dingen van de laatste jaren. Het is wel een beetje hip en happening dan, want ik heb dit nog nooit gezien. Ja, nou, die worden echt heel veel gemaakt tegenwoordig, Carolijn. En waarom is dat nou zo goed? Omdat juist die vogels moeten ervoor zorgen dat ze actief zijn. Ze moeten hier die zaadjes dus uithalen. Ja, ja. Er zit wat vet bij. Nou ja, en dat zijn dingen die wel heel belangrijk zijn. Dat ze dus ook moeten werken om het te halen. Ja. Nou, over het algemeen is het heel belangrijk om te weten dat je dus zeg maar zoutloos vet moet nemen. Okay. Want zout is helemaal verkeerd voor de vogels. Dan hebben ze weer heel veel meer dorst. Ja. Nou, en dan hangt er zo'n vetbol naast. En hier zie je ook een pinda's. Maar die zitten mooi nog in het kapje. Hè? Die zijn mooi verstopt. Hier moet ze ook voor werken om het eruit te halen. Nou, en dan iets natuurlijks erbij hangen. Een toverhazelaar, waar ook zaadjes in zitten. Kortom, hier kunnen dit is helemaal perfect. Dit is echt helemaal perfect. Zo moet je het in je tuin hebben. En dan krijg je gegarandeerd vogels. Ja. Oké. Mooi. Goed, we gaan het volgende punt doen. Een soort lopend buffet is dit eigenlijk. Ja, absoluut. Zeker weten. Kunnen ze allemaal langs, hè? Ja. Ja. Nou ken ik gewoon de pimpelmeesjes en de merel en de huismus. Maar je zei, ik wil nog iets laten zien, want er zijn meer vogels in tuinen dan alleen de bekende vogeltjes. Ja, absoluut. En ook als je een vijver hebt met vissen, dat is ook belangrijk. Hè? Want je moet gewoon constant kijken, wat kan ik wel doen en wat kan ik niet doen. Hier hebben ze heel goed voor gezorgd. Dit is een prachtige vijver, volop met vissen. En reigers zijn daar dol op. Nou, om die dan te weren is het toch goed om een elektriciteitsdraadje hier neer te leggen. Want dan blijven ze weg. Kijk, en als het dan gaat bevriezen in de winter, ja, dan moet je weer andere maatregelen nemen. Je kunt ook net eroverheen spannen dat de vogels dat niet eten. Want vogels proberen alles te pakken te krijgen in zo'n tuin, hè, in zo'n privétuin, wat ze kunnen. Dus als ze vissen kunnen pakken, dan ook. En ja goed, hoe ga je hier nou verder mee om? Nou, dat draadje spannen of je kunt er een netje overheen hangen. Maar een draadje is mooier omdat je dan de beest ook prachtig kunt zien rondzwemmen. Maar zo'n reiger, die krijgt zo'n vis er nooit nou, uit? Nou, niet die grote, maar die kleintjes die pakt hij wel op hoor. Echt? Die zeker weten. Ik heb wel eens een reiger gezien die een konijntje op had. Dus dat gebeurt ook wel hoor. Ja, precies, als ze iets kunnen pakken wat niet beweegt, ja, dan nemen ze het gewoon sowieso mee. Konijntje. Niks klaarleggen voor de reigers. Nee, precies. Hey, we gaan naar een waterbakje toe, daar wil ik ook iets over vertellen. Kijk, dit is een heel mooi voorbeeld hoe het ook moet in de tuin. Ja? Als je nou een waterbakje neemt, ja, het maakt niet uit hoe groot je het maakt, maar als het maar niet te diep is. De vogels in kunnen verdrinken. Want daar moet je altijd goed voor oppassen. Kunt ook zwemmen? Nou, niet alle vogels. Hè. Niet alle vogels kunnen goed zwemmen. Hè. Bijvoorbeeld als je naar de zangvogels kijkt, die kunnen bijna allemaal niet zwemmen. Okay. Dus als die in de diepe bakken gaan, en dan verzuipen ze gewoon. Wat er straks moet, stel dat het gaat vriezen, maar ja, in Nederland is dat wat lastiger, maar stel dat het gaat vriezen, dan zou het goed zijn om een klein fijne gaas eroverheen te leggen. Want stel dat het vriest, en het is toch nog wel gewoon water, dan gaan die beesten erin zitten. En dan gaat dat vorst tussen hun veren pakken zitten. Dan hebben ze geen warmte meer. Dan gaan ze dus aan dood. Dus dan moet er een gaas overheen. En als het nou helemaal bevroren is, dat kan ook. Dat is ook niet erg. Dan hak je het gewoon in kleine stukjes. Want dan pakken ze de ijzerblokjes die je in kleine stukjes hebt gehakt. Die pakken ze ook op en dan kunnen ze zo drinken. Oké. Dus altijd... echt heel ondiep. Maar geen zout erin gooien. Nee, dat om, zeker niet. Nee, dat zeg maar het vriezen tegen te gaan. Nee, dat zeker niet. Want zout, wat ik straks ook vertelde bij het voeden, is heel slecht voor vogels. Dan moeten ze
nog meer gaan drinken. En in hun lichaam werkt dat ook heel negatief. Dus zout moet je in het voer zetten, dus ook geen vet. Ja. Daar geen zout doen, dus ossenvet nemen of zoutloos vet. Ja. En ook zeker geen zout in het water gooien. Oké. Okay. Absoluut niet. Ja. Nee. Je komt er wel bij kijken. Ja, je moet gewoon goed opletten voor de dieren. Een beetje leven houden. Ja. We zijn hier in een hele mooie tuin waar wij opnames mochten maken. We hebben voedsel gezien voor de dieren en nestjes en waterbakjes, noem maar op. En wat kun je nou nog meer doen? Nou, waar we hier staan, een mooie dichte haag. Ja? Stel dat een vogeltje voedsel zit te eten. Dan komt een sperwer aan, dat is een roofvogel. En die ziet dat. Ja, en als het een kale tuin is, dan kan dat beestje nergens naartoe. Dus dan kunnen ze schuil zoeken in zo'n mooie rhododendronhaag. Wat ook heel belangrijk is, is bessenstruiken te hebben. Dan zoeken okay. extra voedsel voor die dieren. Ja? En als je tuin een beetje inricht met wat struiken, wat hagen, mooie open plekjes, dan passen dieren daar heel goed in thuis. Ze kunnen vluchten voor, ja, zeg maar, roofdieren, ja? roofvogels. En ze kunnen, zeg maar, in die bessenstruik ook heerlijk gaan zitten snoepen aan de bessenstruik. Ja, ik denk dan, ik ben iets minder dierenliefhebber dan de mensen die hier wonen. Maar ja, zo'n bessenstruik en die pinda's, daar komt toch allemaal een ongedierte en een insect op af? Nee, dat valt allemaal best mee. Sowieso insecten in de winter zijn er niet. Ja, ja. En dus dat al niet. En ja, kijk, je kunt wel eens een muis krijgen die daar binnenkomt, maar dat is meestal in de nacht, dat gebeurt dat wel. Maar over het algemeen niet, want die dieren, die vogels houden dat heel goed bij. Oké. Okay. En als je op een gegeven moment bepaald veel last van ratten hebt, dan heb je ze in de zomertijd ook. Dus dan heb je in de zomertijd al maatregelen genomen. En vooral in de wintertijd gaat het toch vooral om vogels. Oké. Okay. Ja. Nou, of een eekhoorntje wat een keer langskomt. Maar goed, inrichten van je tuin, ja, dat is toch altijd belangrijk. Hè? Dan heb je ze altijd dicht bij de hand, de vogels. Dan waren wij net bij mensen in de tuin, die woonden in de bossen, hartstikke veel struiken en beplanting. Dus die kunnen ook echt veel doen voor de vogeltjes. Maar je hebt ook mensen die wonen gewoon in een woonwijk, die hebben geen voortuin. Maar wat kunnen die dan doen? Nou, want als je hier nou kijkt, hier kun je heel veel doen. Hele hoeken zijn hier vrij, waar je gewoon zeg maar een bloembak neer kunt zetten. Waar je, zeg maar, een pot neer kunt zetten waar een bestdragende struik in zit. Ja. Of bloeiende planten. De kruiden komen vanzelf. Kijk hier maar, klein hoefblad komt hier uit, paardenbloem. Dus het wil hier wel groeien. Dus in zo'n lange rij moet je kijken, helemaal niks. Ja. Ja, dus voor die vogels die hier doorheen moeten vliegen, is dat gewoon een woestijn. Okay. En er is dus niks te vreten. En dat is natuurlijk lastig. Want hier heeft daarvoor een hele lange periode wel natuur geweest. Ja. Hè? Dus dat is een lastige situatie. Ik zou hier samen met de gemeente iets heel leuks van kunnen maken. Okay, dus mensen kunnen die in een woonwijk of appartement of zo wonen, kunnen ze toch wel iets doen? Ze kunnen absoluut iets. Ze kunnen iets doen, al is het maar een klein plantenbakje. Je kunt aan de venster wat gaan hangen. Je kunt iets tegen de muur op laten klimmen. Er zijn zoveel mogelijkheden te over waarin dan, zeg maar, ook dieren plezier hebben. Okay. Ja. En je woonwijk wordt er ook vrolijker door. Ja. He, want nu heb je alleen maar steen. Alleen maar steen. Ik heb twee kleine kinderen en dan ga ik heel vaak de eendjes voeren. Dat is gezellig, goed voor de diertjes zorgen. Toen zei je, dat moet je helemaal niet doen. Nee, absoluut niet. Ja, voeren kan wel, maar dan sla. De meeste mensen geven brood. Ja. Nou, brood is heel slecht. Daar zit al een eend, die noem ik al soepeend, hè, met dat witte bergje. Ja. Die wordt zo van nature nooit geboren. Hier vooraan, dat mannetje, dat heeft echt een mooie kleur. En daarachter ligt een vrouwtje wat een mooie kleur heeft. Maar die andere vrouwtjes hebben al andere kleuren. En ginderweg zit een witte eend. Nou, die valt helemaal. Je moet dus denken, die eenden nestelen op de grond, of in de bomen. En op een bepaald moment dan vliegt er een roofvogel over. En die valt die eend die mooie bruine kleur heeft, die valt niet op. Maar die eend die, zeg maar, die wit is, die valt dus helemaal op. Meneer, stop! Nee, dat willen we niet hebben. Nee, dat is heel slecht voor de eenden. Heeft u ook sla thuis? Nee, maar sla is beter. Brood is heel slecht. Maar een beetje brood mogen ze echt wel hebben. Nee, dat mogen ze echt niet. Nee, dat vergist meteen. Net ervoor geleerd, hè? Daar zit u. Ik ken dat dingetje allemaal in ieder geval. Ja, maar dus eigenlijk heel slecht wat u doet. Ik geef ze maar één keer een klein beetje. Ja, maar als dat 10 mensen doen, met een halve brood. Dat is nog niet. Ja, wel, ik zal net vertellen, ik doe dat ook. Nee, maar het punt is. Stel, zitten er 40-50 eten, dan geeft het niks in 2 of 3 boterhammen. Jawel, want dan vergist meteen in de maag. Ja, het is echt heel slecht. Ja. Nou ja. Ja, echt serieus. Ja. Ja,
Nou, het is gewoon slecht. Het is gewoon echt slecht. Kijk maar hier, deze eend, die is hartstikke wit. Die wordt gewoon, zeg maar, als de roofvogels lang vliegen, dan is hij zo opgegeten. Ja. Dus in die zin ja, is het dus gewoon heel slecht voor die dieren. Daarbij, je maakt ook zo'n gracht, die maakt je heel vervelend vuil. Ja. Ja. Er blijft heel veel brood liggen. Ratten komen erop af. Dus als mensen klagen over ratten, dan hebben ze het inderdaad ook aan zichzelf te danken. Omdat ze heel veel brood weggooien. Okay. Want al die eenden eten het niet allemaal op. Nou, hadden wij het net over het woord brood, want ik zei, waar kunnen ze voederen? Die dieren die komen meteen hierheen, ja. Die ze horen brood en die zijn al helemaal geconditioneerd precies, gewoon. Precies, dus mensen langs de kant gaan staan, absoluut, ja. Precies. En nou komen ze weer terug, want ze hebben daar weer wat gehad natuurlijk, maar dan komen ze hier weer kijken, omdat wij langs de kant staan. Ja, en dat krijg je dus. Je krijgt toch een constant dat verkeerde beeld van, kijk, nu in de wintertijd is het iets minder erg, dat wil ik toegeven, dan in de zomertijd. Ja. Maar in de zomertijd komt het dus voor dat een mannetje, die groene, dat hij met z'n vijf op één vrouwtje gaan zitten en die vrouwtje verzuipt gewoon. Zo hitsig zijn ze van dat gist in die maag die ontstaat. Hè. Dus die dieren worden helemaal hitsig ervan en gaan dus, zeg maar, dus heel veel vrouwtjes sterven daardoor. Dus het is, ja, het is gewoon heel slecht. En als mensen iets willen doen, ga naar kinderboerderijen toe. Daar zijn de beesten, zeg maar, die ze kunnen voeren. Kijk, en ook in de natuur. Hè, heel veel natuurgebieden hebben runderen rondlopen, paarden rondlopen. Ja, dat is heel vervelend als mensen die gaan voeren. Want dat moeten ze niet doen. Nee. Ga alsjeblieft naar kinderboerderijen toe. En probeer daar, zeg maar, het voedsel wat deskundige mensen aan hun geven, aan de beesten te geven. Ja, daar heb je nog een andere tip dan sla. Ik heb echt nooit sla in huis. Nou ja, boontjes kan, andijvie kan, het blad van, zeg maar, bloemkool, spruitjes, de blaadjes groenvoer. Van. Alleen maar groenvoer. Daar zijn ze eigenlijk. Okay. Het zijn eigenlijk dieren die, dat is heel mooi, vooral algen eten. Je ziet ze vaak op hun kop zo in het water staan, hè? Met de kont naar boven toe. Ja. Dat heet dan grondelen, zo heet dat dan met een mooi woord. En dan zijn ze dus juist dat algen binnen aan het halen. Daar halen zij hun voedsel uit. Okay. Ja. Sorry jongens. Ja, wij doen het niet. Nee, oh, kijk eens. Hij komt er wel allemaal bij, ja, aan, precies. Hij denkt, nou, doe ik het maar uit. Precies. Nou Carlijn, dit keer zijn we niet in de natuur geweest, maar wel heel veel dingen laten zien wat mensen kunnen doen in hun eigen tuinen. Voederplank neerleggen, waterbakje, hagen neerzetten, struikjes neerzetten om die vogels toch te lokken en meer plezier te hebben in je eigen tuin. Ook laten zien dat kale tuinen niet echt best is, want er kan dus niks gebeuren. We hebben de eendjes gehad. Hè? Geen brood geven. Dat is heel slecht voor die dieren. Ook zeg maar de dieren die in het wild lopen, in de natuur lopen, niet voeren. Ga dan naar kinderboerderij toe. Ik wil het toch nog een keer herhalen. Ja, dat is toch duidelijk. Belangrijk. Ja. Ja. Nou ja, dat zag ik ook wel aan die ene meneer. Dat nog niet iedereen het weet. Nee, precies. Niet iedereen ervan overtuigd is. Vandaar dat het natuurlijk belangrijk is. Ja, precies, heel belangrijk. Daar wil ik ook iedereen bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Mag ik jou wel voeren? Ja, jij bent de enige die mij mag voeren. Ja? Oh, lekker, als dankjewel. Ik heb ook honger. Het is een keer zo vroeg. Oh, lekker, een koekje. Oh. Ah, die man. Ja, die was toch een beetje boos op jou.